Enschede, Groningen, Leeuwarden, die gaan daar naartoe. Omdat we al een lange tijd met het personeel tegen het bestuur aan vechten zijn, tussen aanhalingstekens. En ze willen maar niet luisteren, dus we moeten nog steeds de maatregelen aan gaan scherpen en de acties op gaan schalen. Wat is het breekpunt? Het breekpunt is de 2,5% loonsverhoging. Zij willen 1,5 geven. En dat is gewoon te weinig, dat is nog minder dan inflatie. En de seniorregeling. Het is belangrijk dat we gaan staken, want anders dan gebeurt er niks. Nou is uw plekje straks leeg in het casino, hè? Want wat staat u normaal? Ik sta achter de tafel. En wat een lege tafel. Dus ik ben er niet. Wat was voor u de reden om te zeggen van ik ga meer naar Groningen? Ik sta achter mijn collega's en wat het bestuur nu doet, daar sta ik gewoon volledig niet achter. Dus vandaar dat ik zeg van ik ga staken. Ja, ik vond het vervelend. Ik doe dat niet graag. Maar ja, goed, soms moet je iets doen om iets duidelijk te maken. En ik denk dat het goed is voor het bedrijf. En een goed personeel is gewoon noodzakelijk voor een gezond bedrijf. En dat is het. Als het moet gaan we dadelijk dus door. En dan ook regio Zuid, Midden, West. Net zolang dat we landelijk waarschijnlijk plat gaan. Maar ik hoop dat het bestuur tot één keer komt. En ons een keertje tegemoet gaat komen.